Kinderen in het speciaal onderwijs verdienen gelijke aandacht als hun leeftijdsgenoten. Ondanks het bestaande stigma is het essentieel om de nodige aandacht aan deze groep te schenken. In dit kader heeft het Bureau voor Speciaal Onderwijs, BSO, een driedaagse beurs georganiseerd, gericht op deze specifieke doelgroep. Het bureau is verantwoordelijk voor het analyseren en verzamelen van informatie rond de prestaties van docenten in zowel het basis- als voortgezet speciaal onderwijs. De beurs is bedoeld om diverse werken van studenten aan verschillende bezoekers te presenteren. Jennifer Tjonanjoek, coördinator schoolbegroting en leiding BSO, hoopt dat het bureau hiermee een positieve impuls kan geven. We hebben heel hard moeten werken. En dat harde werk zat er eigenlijk meer in het bedelen van gelden. U weet, in Suriname, niks gaat gepaard zonder geld. We hadden geld nodig om de beurs op te zetten. We hebben dagen rond Paramaribo en de bedrijven in de districten te rijden om te bedelen. We hebben toch wel wat mensen bereid kunnen vinden om hun donatie te geven. De coördinator voegde eraan toe dat de leerkrachten ook kunnen rekenen op de nodige ondersteuning en kennis. Het solide fundament voor effectieve begeleiding van de doelgroep begint bij de docenten op deze scholen. De leerkrachten komen en dan worden ze daarna getraind. Het zijn andere kinderen, je gaat anders met ze werken. Je gaat in de diepte moeten gaan. Je gaat niet gewoon uit een boek iets doen. Als dat niet kan, ga je moeten kijken wat ga je doen. Je gaat dat onderwijs naar dat kind brengen. Op de manier waarop dat kind het gaat kunnen aanvaarden. Wat we dus hebben is dat we hebben dus nu echt alleen de VSO-kinderen betrokken bij de beurs. De SO-scholen zijn uitgenodigd om te komen kijken. Dus we beginnen quick de Josjoos Wankong om ook dat pad te bewandelen van de VSO-kinderen. Tjonanjoek zei dat het BSO verdere projecten zal uitvoeren die zich lenen voor blijvende ondersteuning aan deze doelgroep.